Hoofdstuk 16, de bij. Het besluit van God zal zekerlijk worden uitgevoerd, verhaast het dus niet. Geloofd zij hij, en ver zij het van hem wat gij met hem verenigt. Hij zal de engelen, door zijn bevel doen nederdalen met ene openbaring tot degene zijner dienaren, welke hem behagen, zeggende, verkondigt dat er geen God buiten mij is, en vreest mij dus. Hij heeft de hemelen en de aarde geschapen om zijne waarheid te doen blijken, ver zij het van hem wat gij met hem verenigt. Hij heeft den man van zaad geschapen, en thans is de mens een bepaalde betwister der opstanding. Hij heeft op dezelfde wijze het vee voor u geschapen, van het welk gij de klederen verkrijgt om u warm te houden, benevens andere voordelen, terwijl gij er tevens van eet. Het is tegelijk ene eer voor u als gij het des avonds naar huis drijft, en als gij het des morgens wegvoert om het te weiden. En zij dragen uw lasten naar ene verwijderde plaats, welke gij op geen andere wijze zoudt kunnen bereiken dan met grote moeilijkheid voor uzelve, want uw Heer is goedertieren en barmhartig. Ook heeft hij paarden en muildieren en ezels geschapen om daarop te kunnen rijden, en als een sieraad voor u, en hij schiep evenzo andere dingen, welke gij niet kent. Het behoort Gode, de mensen te onderrichten nopens den rechte weg, en er zijn er, die daarvan afdwalen, maar indien het hem had behaagd, zou hij u zekerlijk allen geleid hebben. Hij is het, die regenwater van den hemel nederzendt, waarvan gij kunt drinken en waarvan de planten waarmede gij uw vee spijst, haar voedsel ontvangen. Door middel van het water doet hij koorn, olijven en palmbomen, druiven en alle soorten van vruchten voor u ontspruiten. Waarlijk, hierin is een teken van de goddelijke macht en wijsheid voor hen die aandachtig gadeslaan. En hij heeft den nacht en den dag aan uw dienst onderworpen, en de zon en de maan en de sterren, die gedwongen zijn op zijn bevel te dienen. Waarlijk, hierin liggen tekenen voor hen die begrijpen willen. Hij heeft u ook de oppermacht gegeven over alles wat hij voor u op aarde heeft geschapen, door zijne verschillende kleuren onderscheiden. Waarlijk, hierin is een teken voor hen die erover denken. Hij is het, die de zee aan u heeft onderworpen, opdat gij er vissen uit zoudt mogen eten en er versierselen uit mogen halen om u op te schikken, en gij ziet de schepen hare golven doorklieven, opdat gij zoudt trachten door koophandel u met zijnen overvloed te verrijken, en dat gij dankbaar zoudt zijn. En hij heeft op de aarde vastgewortelde bergen geplaatst, dat die zich met u zouden bewegen, en ook rivieren en paden, opdat gij geleid zoudt worden. Hij heeft tevens tekenen geplaatst, waardoor de mensen hunne weg zouden kennen, en zij worden door de sterren geleid. Zal dus God die schept, evenals hij zijn, die niet schept? Dient gij dus niet na te denken? Indien gij poogt Gods gunsten te berekenen, zult gij niet in staat zijn haar getal te tellen. Waarlijk, God is genadig en barmhartig. En God kent wat gij verbergt en wat gij openbaart. Maar de afgoden, welke gij buiten God aanbidt, scheppen niets, maar zijn zelven geschapen. Zij zijn dood en niet levend, en zij weten volstrekt niet, wanneer zij zullen opstaan. Uw God is een enig God. Wat hen betreft, die niet in het volgende leven geloven, hunne harten loochenen het meest duidelijke, en zij verwerpen de waarheid met trotsheid. Daaromtrent is geen twijfel, maar God kent wat zij verbergen en wat zij ontdekken. Waarlijk, hij bemint den trots niet. En toen men hun vroeg, wat heeft uw Heer aan Mahomet nedergezonden? Antwoordden zij, fabelen uit oude tijden. Zozeer zijn zij aan dwaling overgegeven, dat zij hunne eigene lasten zonder verlichting op den dag der opstanding zullen dragen, en ook een deel der lasten van hen welke zij deden dwalen zonder kennis. Zal het geen zware last zijn dien zij zullen dragen? Hunne voorgangers smeden vroeger aanslagen. God tastte hun gebouw tot in de grondslagen aan, het dak viel van boven op hen neder, en ene straf kwam over hen, van waar zij die niet verwachten.
Ook op den dag der opstanding zal hij hen met schande bedekken en zal hij zeggen, waar zijn mijn makkers, over welke gij getwist hebt? Zij, aan wie verstand zal zijn gegeven, zullen antwoorden, op deze dag zullen schande en ellende over de ongelovigen komen. Zij welken de engelen des doods bij het sterven zullen afwachten omdat zij onrechtvaardig met hun zielen gehandeld hebben, zullen in het ogenblik des doods aanbieden, zich te onderwerpen, zeggende, wij hebben geen kwaad bedreven. Maar de engelen zullen antwoorden, ja, waarlijk, God kent wat gij hebt bedreven. Gaat dus de poorten der hel binnen, om daarin voor eeuwig te verblijven, en het verblijf van den trotsen zal ellendig zijn. En tot de Godvrezende zal gezegd worden, wat heeft uw Heer nedergezonden? Zij zullen antwoorden, allerlei weldaden. Aan hen die rechtvaardig handelen, zal een uitmuntende beloning in deze wereld worden geschonken, maar de woning van het volgende leven zal beter, en de woning van den vrome gelukkig zijn. Namelijk tuinen van eeuwig verblijf, waar zij zullen binnentreden, rivieren zullen daar stromen, en daar zullen zij genieten wat zij zouden mogen wensen. Zo zal God den vrome belonen. Tot de rechtvaardigen, welke de engelen bij het sterven ontvangen, zullen zij zeggen, vrede zij over u. Gaat het paradijs binnen, als ene beloning voor hetgeen gij hebt gedaan. Verwachten de ongelovigen iets anders dan dat de engelen tot hen komen, om hunne zielen van hunne lichamen te scheiden, of dat het besluit van hunne Heer op hen worden uitgevoerd? Zo handelen zij die voor hen waren en God handelde niet onrechtvaardig nopens hen, door hen te verdelgen, maar zij handelden onrechtvaardig met hunne eigene zielen. De boosdaden welke zij bedreven hadden, bereikten hen en het goddelijke oordeel, dat zij bespot hadden, stortte op hen neder. De afgodendienaars zeggen, indien het goden had behaagd, zouden wij niets buiten hem hebben aangebeden, wij en onze vaderen, wij zouden slechts verboden hebben wat hij zelf verbood. Zij die hen vooraf gingen, handelden evenzo. Maar moeten de gezanten iets anders doen dan openbaar prediken? Wij hebben vroeger bij ieder volk een gezant doen opstaan, om hen te vermanen, zeggende, aanbid God en vermijd tagoed. En sommige van hen werden door God geleid, terwijl anderen bestemd waren af te dwalen. Gaat dus over de aarde, gij Koreïshieten, en ziet wat het einde was van hen, die hunne gezanten van bedrog beschuldigden. Indien gij, o profeet, ernstig bent dat zij geleid mogen worden, weet dan, dat God dengeen niet leidt, omtrent wien hij besloten heeft, hem in dwaling te brengen, zij zullen geenerlei helper hebben. En zij zweren op de meest plechtige wijze bij God, zeggende, God zal de doden niet opwekken. En toch, de belofte is waar. Hij zal het dus doen, maar het grootste deel der mensen weet het niet. Hij zal hen doen verrijzen, opdat hij hun duidelijk de waarheid zou kunnen tonen, waaromtrent zij thans verschillen, en opdat de ongelovigen weten dat zij leugenaars zijn. Indien wij willen, dat iets bestaat, zeggen wij slechts, zij, en het is. Wat hen betreft, die hun land zijn ontvloden voor Gods zaak, nadat zij onrechtvaardig waren vervolgd, waarlijk, wij zullen hun ene uitmuntende woning in deze wereld schenken, maar de beloning van het volgende leven zal groter zijn. Indien zij dat slechts kenden. Zij die met geduld volharden en hun vertrouwen in hunne Heer stellen, zullen overvloed van geluk hebben, zowel in dit leven als in het volgende. Wij hebben voor u niemand anders als onze gezanten gezonden, dan mannen, met welke wij door openbaring spraken. Vraag dus aan hen, die met de bewaring der schriften zijn belast, indien gij niet weet dat dit de waarheid is. Wij zonden hen met duidelijke wonderen en beschreven openbaringen, en wij hebben u deze Koran gezonden, opdat gij den mens zoudt verklaren wat hem reeds werd nedergezonden, en opdat hij zou nadenken. Zijn zij, die kwaad tegen hunne profeet hebben gesmeed, zeker, dat God de aarde onder hen niet zal doen van eens pleiten, of dat hen geen straf zal treffen, van waar zij die niet verwachten. Of dat hij hen niet zal kastijden, als zij bezig zijn van ene plaats naar ene andere te reizen, of met arbeid en. Want zij zullen niet in staat zijn, Gods macht te verzwakken.
of dat hij hen niet zal kastijden door ene trapsgewijze vernietiging. Maar uw Heer is waarlijk genadig en barmhartig door uw uitstel te verlenen. Beschouwen zij de dingen niet die God heeft geschapen, wier schaduwen naar de rechter en linkerzijde worden geworpen, om God te aanbidden en zich voor hem neder te buigen. Alles wat zich, zowel in den hemel als op de aarde, beweegt, die dieren en ook de engelen aanbidt God, en zij zijn niet door trotsheid opgeblazen. Zij vrezen hun Heer, die boven hen is verheven, en doen wat hun bevolen is. God zeide, neemt geen twee goden onder u, want er is slechts één God, en vreest mij. Hem behoort alles wat in den hemel en op de aarde is, en hem is de mens eeuwige gehoorzaamheid schuldig. Zoudt gij dus iets buiten God vrezen? Welke weldaden gij ook hebt ontvangen, zij zijn zekerlijk van God, en indien gij door het ongeluk bedroefd wordt, richt gij uw smekingen tot hem. En indien hij u van het boos verlost, geeft een deel door uw makkers aan hunne Heer. Om hunne ondankbaarheid te betonen voor de gunsten welke wij hun hebben geschonken. Verheugt u in de genietingen van dit leven, maar hiernamaals zult gij weten, dat gij de goddelijke wraak niet kunt ontkomen. En zij geven aan de afgoden, die geen verstand hebben, een deel van het voedsel dat wij hun hebben geschonken. Ik zweer u bij God, gij zult zekerlijk ter verantwoording worden geroepen, voor hetgeen gij verkeerdelijk hebt uitgedacht. Zij schrijven aan God dochters toe, dit zij ver van hem. En zij begeeren die niet voor zichzelf. En indien aan een hunner het bericht wordt gegeven van de geboorte ener dochter, wordt zijn aangezicht donker en hij is diep bedroefd. Hij verbergt zich voor het volk, wegens de slechte tijding die hem is medegedeeld, bij zichzelf een nadekende, of hij er de schande van ondergaan, of haar in het stof begraven zal. Is hun oordeel niet slecht? En die niet in het volgende leven geloven, moet gij gelijkstellen met al het boos, maar veer ene God slechts met het meest verhevene, want hij is machtig en wijs. Indien God de mensen voor hun onrechtvaardigheid zou straffen, zou hij geen levend wezen op aarde laten, maar hij geeft hen uitstel tot een bepaalde tijd, en als hun tijd zal gekomen zijn, zullen zij geen uur uitstel ontvangen, en hun straf zal ook niet vervroegd worden. Zij schrijven aan God toe wat zij zelven haten, en hun tongen spreken ene leugen uit, als zij zeggen, dat de beloning van het paradijs voor hen is bestemd. Er bestaat geen twijfel, of het vuur der hel voor hen is gereed gemaakt, en dat zij daarin zullen nedergeworpen worden, voor het overige deel der zondaren. Ik zweer bij God, dat wij vroeger gezanten hebben gezonden tot de volkeren, die voor u bestonden, maar Satan maakte hunne werken voor hen gereed, hij was hun schuts in deze wereld en in de volgende zullen zij enige strenge pijniging ondergaan. Wij hebben u den Koran met geen ander doel nedergezonden, dan dat gij hun de waarheid zoudt verklaren, waaromtrent zij thans verschillen, en tot leiding en genade voor hen die geloven. God zendt water van den hemel neder en doet de aarde na hare dood herleven. Waarlijk, hierin is een teken der opstanding, voor hen die luisteren. Ook het vee is voor u een voorbeeld tot onderricht, wij geven u te drinken van hetgeen zich in zijn buik bevindt, tussen verteerde stoffen en bloed, namelijk zuivere melk, die met genoegen wordt genoten door hen die haar drinken. En van de vruchten der palmbomen, en van de druiven verkrijgt gij een bedwelmende drank en ook een goed voedsel. Waarlijk hierin is een teken, voor hen die begrijpen willen. Uw Heer sprak door ingeving tot de bij, zeggende, bouw uw huizen in de bergen en in de bomen, en van de stoffen waarmede de mensen korven voor u bouwen. Eet van iedere vruchtsoort en wandel op de gebaande wegen van uw Heer. Uit hare buiken komt ene vloeistof van verschillende kleur welke een geneesmiddel voor de mensen bevat. Waarlijk, hierin is een teken voor hen die nadenken. God heeft u geschapen, en hij zal u later doen sterven, en het leven van menigen uwer zal tot een uitgeverijenleefde ouderdom verlengd worden, zodat hij alles zal vergeten wat hij wist, want God is wijs en machtig.
God doet sommigen uwer in wereldje bezittingen boven anderen uitmunten, maar degene welke hij doet uitmunten, geven hunne bezittingen niet aan hunne slaven, die door hunne rechterhand wordt bezeten, opdat zij gelijke bezitters daarvan worden. Loochenen zij daarom Gods weldaden? God heeft u vrouwen gekozen onder de uwen en u van uw vrouwen kinderen en kleinkinderen geschonken, en heeft u goede dingen tot voeding gegeven. Wilt gij dus geloven in datgene wat ijdel is, en ondankbaar Gods goedheid loochenen? Zij aanbidden naast God afgodsbeelden die niets bezitten, waarmede zij zich kunnen onderhouden, nog in den hemel, nog op aarde, en welke geen macht hebben. Vergelijk dus niets met God, want God weet alles en gij weet niets. God stelt u als ene vergelijking een slaaf voor, die over niets macht bezit en dengeen, wie mij een grote voorraad hebben geschonken en die daarvan openlijk en heimelijk aalmoezen geeft, zullen deze beide gelijk geschat worden. Goddank, nee, maar het grootste deel der mensen weet het niet. God stelt ook als ene vergelijking twee mannen voor, waarvan de een stom geboren, en niet in staat is iets te doen of te verstaan, maar een last voor zijn meester is, waarheen hij hem ook zende, hij zal hem niets goeds brengen. Zal deze man en hij die meester over zijn spraak is en verstaat, en die beveelt wat rechtvaardig is en den rechte weg volgt, gelijk geacht worden. Aan God alleen is het geheim van hemel en aarde bekend. De handeling van het laatste uur zal zijn als de tijdruimte van een ogenblik, of wellicht nog spoediger, want God is almachtig. God heeft u voortgebracht uit de ingewanden uwer moederen. Gij wist niets en hij gaf u de zintuigen van het gehoor en het gezicht, en het verstand, opdat gij dankbaar zoudt zijn. Hebt gij een blik geworpen op de vogelen, die de lucht doorklieven? God alleen kan hunne vlucht stuiten, niemand beschut hen buiten God. Waarlijk, hierin zijn tekens voor hen die geloven. God heeft u ook huizen gegeven, om tot woningen voor u te dienen en heeft ook uw tenten van dierenhuiden voorzien, die licht zijn, om op den dag van uw vertrek naar andere plaatsen overgebracht te worden, en gemakkelijk te spannen op den dag, dat gij erin woont, hij heeft u voorzien van wol, bont en haar van uw vee, van klederen en benodigdheden voor tijdelijk gebruik. En God heeft u verschaft van hetgeen hij geschapen heeft, en gemakken om u tegen de zon te beveiligen, en hij heeft u schuilplaatsen in de bergen verstrekt en klederen gegeven, om u voor de hitte te beschutten, en maliënkolders, om u in uw oorlogen te beschermen. Zo vervult hij zijn gunst nopens u, opdat gij u aan zijn wil zoudt onderwerpen. Maar indien de Arabieren zich afwenden, zijt gij slechts met de openbare prediking belast. Zij erkennen Gods goedheid en loochenen die later, maar het grootste deel hunner zijn ongelovigen. Op zekere dag zullen wij een getuige van ieder volk doen opstaan, dan zullen zij, die ongelovigen waren, zich niet kunnen verontschuldigen, en zij zullen niet in gunst worden opgenomen. En als zij, die onrechtvaardig hebben gehandeld, de pijniging zullen zien, die voor hen is bereid, welke nog verminderd, nog uitgesteld voor hen zal worden. En als zij, die zich aan afgodendienst hebben schuldig gemaakt, hunne valse goden zullen zien, zullen zij zeggen, O Heer, dit zijn onze afgoden, welke wij buiten u aanroepen. Maar zij zullen zich omkeren en hun antwoorden, waarlijk, gij zijt leugenaars. En op dien dag zullen de zondaren God hunne onderwerping aanbieden, en de valse godheden welke zij hebben uitgedacht, zullen verdwijnen. Wat hen betreft, die ongelovig waren, en anderen van Gods weg hebben afgeleid. Wij zullen hen straf op straf doen ondergaan, omdat zij anderen hebben verleid. Op zekere dag zullen wij uit ieder volk een getuige van de hunne tegen hen doen opstaan, en wij zullen u, o Mahomet, tot een getuige tegen deze Arabieren maken. Wij hebben u het boek van den Koran nedergezonden, tot uitlegging van alle dingen, die zowel in het geloof als in het leven nodig zijn, en tot ene richting, en genade en goede tijdingen onder de moslims. Waarlijk, God beveelt rechtvaardigheid en weldadigheid, en het geven aan verwanten wat nodig is, en hij verbiedt zonde, onrechtvaardigheid en verdrukking, hij waarschuwt u, opdat gij zoudt overwegen.
vervul uw verbond met God, als gij een verbond met hem aangaat, en schend uw eden niet, nadat gij die plechtig hebt afgelegd. Gij hebt God tot getuige over u gesteld, en waarlijk God weet wat gij doet. Gelijk niet op de vrouw, die vernietigde wat zij gesponnen had, die den draad losdraaide, nadat zij hem stevig had gesponnen, door elkander bedriegelijke eden te doen, omdat het ene deel sterker is dan het andere. Waarlijk, God beproeft u slechts hierin, en hij zal u dat duidelijk maken op den dag der opstanding, waaromtrent gij thans verschilt. Indien het Gode had behaagd, zou hij u zekerlijk tot één volk hebben gemaakt, maar hij brengt in dwaling naar zijn welbehagen, en hij zal leiden wie hem behaagt. Eens zal men u rekenschap van uw daden vragen. Bedien u niet van uw eden als van een middel om te bedriegen, opdat uw voet, die thans vaststaat, niet uitglijde en opdat gij de straf niet moogt ondervinden, omdat gij u van den weg tot God hebt afgewend, en gij enige strenge straf in het volgende leven zoudt leiden. Verkoop ook het verbond met God niet tot een geringe prijs, want God heeft u ene betere beloning bereid, indien gij wilt begrijpen. Datgene wat gij bezit, gaat voorbij, maar hetgeen bij God is, blijft, en wij zullen hen die volharden, zekerlijk overeenkomstig de verdiensten hunner daden belonen. Hij die rechtvaardigheid oefent, hetzij hij een man of ene vrouw mocht wezen en een waar gelovige is, wij zullen hem zekerlijk tot een gelukkig leven opwekken, en wij zullen hem de schoonste beloning geven, welke zijne daden hebben verdiend. Indien gij den Koran leest, zoek dan toevlucht bij God, opdat hij u moge behoeden tegen Satan, die met stenen werd verdreven. Doch hij heeft geen macht over hen die geloven en die vertrouwen in hunne Heer stellen. Maar zijne macht strekt zich alleen uit over hen, die hem tot hunne schuts kiezen, en die God makkers geven. Indien wij in deze Koran een vers door een ander vervangen, en God weet het beste wat hij openbaart, dan zeggen de ongelovigen, gij alleen hebt deze versen uitgedacht, maar de meeste hunner weten de waarheid van de leugen niet te onderscheiden. Zeg, de Heilige Geest heeft u deze van uw Heer met waarheid nedergebracht, opdat hij degene zou mogen bevestigen die geloven, en tot ene richting dienen en goede tijdingen aan de moslims brengen. Wij weten ook dat zij zeggen, waarlijk, een zeker man leert hem den Koran samenstellen. De taal van den persoon dien zij willen aanduiden is ene vreemde taal, maar diegene waarin de Koran is geschreven, is de duidelijke Arabische taal. Wat hen betreft die niet in Gode tekenen geloven, God zal hen niet leiden, en zij zullen ene pijnlijke marteling ondergaan. Waarlijk, zij die niet in God tekenen geloven, denken ene leugen uit, en zij zijn de leugenaars. Hij die God logent, nadat hij heeft geloofd, behalve hij die tegen zijn wil werd gedwongen, en wiens hart standvastig blijft in het geloof, zal streng gekastijd worden, maar op hem, die uit eigen wil ongelovig is, zal Gods verontwaardiging nederkomen en hij zal enige strenge straf ondergaan. Dit zal hun vonnis zijn, omdat zij het tegenwoordige leven boven het volgende hebben bemind en omdat God de ongelovigen niet leidt. Die zijn zij wier harten, gehoor en gezicht door God zijn verzegeld. Zij zijn zorgeloos. Maar het is ontwijfelbaar, dat zij in het volgende leven zullen gestraft worden. Uw Heer zal echter gunstig zijn voor degene die hunne woning zijn ontvlucht, nadat zij waren vervolgd, en die door geweld genoodzaakt worden het geloof te verloochenen, en die tot verdediging van den ware godsdienst hebben gestreden, en met geduld zijn blijven volharden, waarlijk, voor hen zal uw Heer genadig en barmhartig zijn, nadat zij hunne oprechtheid zullen hebben betoond. Op een zekere dag zal iedere ziel voor zichzelf pleiten, en iedere ziel zal beloond worden naar hetgeen zij zal hebben bedreven, en zij zal niet onrechtvaardig worden behandeld. God stelt u als vergelijking ene stad voor, die veilig en rustig was, en tot welke de levensmiddelen van alle zijden in overvloed kwamen, maar zij verloochende, ondankbaar, Gods gunst, waardoor God haar buitengewone hongersnood en vrees deden gevoelen, om hetgeen zij had gedaan.
En thans is uit hun midden een gezant gekomen tot de bewoners van Mekka, en zij beschuldigen hem van bedrog, daarom zal hun ene straf worden opgelegd, naardien zij onrechtvaardig handelen. Eet van hetgeen God u tot voedsel heeft gegeven, hetgeen nuttig en goed is, en wees dankbaar voor Gods goedheden, indien gij hem aanbidt. Hij heeft u alleen het gebruik verboden van hetgeen dood is, en bloed en varkensvlees, en hetgeen in den naam van een ander dan God is gedood. Maar omtrent hem, die door den nood gedwongen werd, van deze dingen te eten en die niet willens of opzettelijk zondigde, zal God zekerlijk genadig en barmhartig zijn. En zeg niet, waarmede uwe tongen ene leugen uitdrukken, dit is wettig en dit onwettig, om ene leugen nopens God uit te denken, want zij die iets nopens God uitdenken, zullen geen voorspoed genieten. Zij zullen slechts weinig genoegen in deze wereld smaken en in de volgende zullen zij ene pijnlijke marteling ondergaan. Den Joden verboden wij wat wij u reeds vroeger verhaalden, en wij behandelden hen daarin niet onrechtvaardig, maar zij handelen zelf een onrechtvaardig omtrent hun eigen zielen. Uw Heer zal genadig zijn omtrent dengenen die kwaad bedrijven door onwetendheid, en later berouw gevoelen en boete doen, waarlijk, voor hen zal uw Heer, na hun berouw, genadig en barmhartig zijn. Abraham was een voorbeeld van ware godsdienstijver, gehoorzaam aan God en vroom. Hij was geen afgodendienaar. Hij was dankbaar voor zijn weldaden. Daarom koos God hem en leidde hem op den rechte weg. Wij beloonden hem in deze wereld, en in de volgende zal hij tot de rechtvaardige behoren. Wij hebben ook tot u, o Mahomet, door openbaring gesproken, zeggende, volg den godsdienst van Abraham, die vroom en geen afgodendienaar was. De Sabbat werd alleen voor hen bepaald, die daaromtrent met hunne profeet verschillen, en uw Heer zal op den dag der opstanding zekerlijk tussen hen richten, nopens datgene, waaromtrent zij verschillen. Nodig, door wijsheid en zachte vermaning, de mensen uit, den weg van uw Heer te bewandelen. Twist gij met hen, doe het dan op de meest gepaste wijze, want uw Heer weet wel wie van zijn drempel afdwaalt en wie op den ware weg zijn geleid. Indien gij u op iemand wreekt, neem dan ene wraak, geëvenredigd aan het kwaad dat u wordt aangedaan, maar indien gij het kwade geduldig ondergaat, zal dit beter voor den lijdzame zijn. Wees dus geduldig, maar gij zult dit niet kunnen doen dan met Gods hulp. Bedroef u niet op het verhaal der ongelovigen, en verkeer ook niet in angst om hetgeen zij uitdenken. Want God is met hen die hem vrezen en oprecht zijn.